We zijn hier in de Oude Stal in Nieuwkoop, waar Rob Ezelstein exposeert tezamen met Ilja Pronk van de Post en Joke Meijer. We hebben een gesprek met Rob Ezelstein over zijn foto's. Jouw foto's die zijn gemaakt zowel in Amerika als in Nederland. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ik ben eigenlijk recent terug van 3 jaar Amerika, waar ik gewoond heb in de buurt van Washington. En dat is voor mijn werk geweest, maar naast mijn werk heb ik natuurlijk uitgebreid foto's kunnen maken. Van de gelegenheid gebruik gemaakt om veel te reizen in Amerika en de mooie plekken te bekijken en daar foto's te maken. En dit zijn voorbeelden van foto's die ik daar inderdaad gemaakt heb. Hoe ben je er zo toe gekomen te gaan fotograferen? Hoe lang doe je het overigens al? Ja, heel lang eigenlijk. Ik denk dat ik zo rond mijn 12e voor het eerst een camera in de hand had. Ik ben nu 60, dus dat is een hele tijd. Maar ja, in het begin doe je natuurlijk meestal de vakantieuitstapjes waar je foto's maakt. En eigenlijk ben ik serieuzer begonnen zo'n 10 jaar geleden. Een beetje de opkomst van de digitale camera's, maar daar heb ik een tijdje mee gewacht. 10 jaar geleden ben ik begonnen met een cursus bij Jan van Rijn uit Alphen aan de Rijn. En dat heeft me er eigenlijk toegezet om verder te gaan. En 6 jaar geleden ben ik digitaal overgestapt. En digitaal werken betekent dat je leercurve heel steil omhoog gaat. Oké, gaan we nu eens even kijken naar de foto's die je gemaakt hebt. De foto's die hier hangen hebben veel met natuur te maken. Ja. Bomen. Ja. Kun je iets meer over vertellen? Het thema van deze expositie voor mij is bomen. Ik word geweldig gefascineerd door bomen. Bomen zijn met name als ze wat ouder worden, vind ik heel, heel machtig. Heel... Daarna kijken, het verstilt je een beetje. Zo van, ja, die bomen die staan hier misschien al 100 jaar, wel 200 jaar. En die zien heel veel, zien ze om zich heen gebeuren. Terwijl het aardse leven gewoon, het menselijk leven dan gewoon doorgaat. En bomen zoals de foto's daar aan de andere kant. Ook in Amerika, waar je ziet dat ze tegen de droogte aan het vechten en aan het strijden zijn. En dat gevecht, dat zie je gewoon in de boom weerspiegeld. Je ziet het ook, denk ik, in die bomen die je van Alphen hebt gefotografeerd. Met name die knoestige knotwilligen. Ja, dat is hier vanuit de omgeving. 'S Winters zijn de bomen vaak in sommige aspecten mooier, boeiender dan zomers. Omdat je ziet de stammen, de takken, je ziet de vormen. Terwijl in de zomer, als dat hele grote bladerdak erop zit, dan zie je eigenlijk alleen de buitenvorm. En dat wordt dan in herfst wel weer mooier, omdat het allemaal kleuren geeft. Maar die winterse bomen, dat is een apart verhaal. En hier heb je specifiek bomen, maar heb je dan ook nog andere onderwerpen waar je iets specifieks mee doet? Over het algemeen natuur. Is wel, omdat ik heel graag in de natuur ben, maak ik daar mijn meeste foto's. Daarnaast ook stedse landschappen. Vind ik leuk, omdat je daar vaak het lijnenspel in terugvindt. En daarnaast doe ik wat portretwerk, evenementen soms. En nou is er tegenwoordig ook iets in de gang van foto's abstraheren in feite. Hè? Een soort motion blur, noemen ze dat geloof ik. Is dat ook iets wat jij doet? Nou, met foto's kan je hele grappige dingen doen sowieso met de camera. Door rare bewegingen te maken tijdens opnamen. En daarnaast heb je in Photoshop eindeloos mogelijkheden om dingen te veranderen. En dit is een voorbeeld van een bewerkte foto. Een detail van een grotere foto. En daar kan je in oogsten, zeg maar. Daar waar je mooie combinaties ziet van kleuren en vormen. En dat is een gebied waar ik denk ik in de toekomst nog wel verder mee doorga. De workshops. Je geeft ook workshops, begrijp ik Rob. Vertel daar eens iets over. Wat voor soort zijn dat? Ja, ik ben vorig jaar begonnen met het geven van cursussen en workshops. De cursussen zijn 3 verschillende cursussen. Eentje rond Lightroom, om foto's te bewerken en te beheren. Eentje bewust fotograferen. Dat is bedoeld voor mensen die... nog moeten wennen om zich te realiseren wat je met verschillende diafragma-instellingen en sluitertijden kan bereiken aan creatieve onderwerpen.
En de derde, daar begin ik in het najaar weer mee. Dat gaat meer over compositie. En hoe je, als je om je heen kijkt, van tevoren al kan denken van, nou, hoe krijg ik een mooie compositie op mijn tweedimensionale foto. Oké, en Lightroom is echt het bewerken van foto's. Zoiets als je met Adobe Photoshop doet of zo? Ja, Lightroom is eigenlijk een spin-off van Photoshop. Photoshop is oorspronkelijk ontworpen en opgezet voor grafici. Terwijl Lightroom is echt ontwikkeld voor fotografisch werk. En je kan dus al je foto's beheren in Lightroom. Ik doe alles via Lightroom. En foto's oppoetsen kan ook heel goed via Lightroom. In de Oude Stal exposeert ook Ilja Pronk. Ilja Pronk die maakt keramiek en sieraden. Ik las iets over raku-keramiek, een specifiek soort keramiek. Kun je iets over vertellen wat voor soort het is? Ja, raku-keramiek is een Japanse glazuurmethode. Normaal is keramiek bak je met de hand droog. Je gaat in een elektrische of een gasoven. En daarna glazuur je het en gaat het weer in een elektrische of gasoven. En dan gaat de temperatuur heel langzaam omhoog en dan gaat het weer naar beneden. En dan haal je het pas uit als het klaar is. Met deze methode gaat het eerste stuk hetzelfde, maar na het glazuren gaat het in een houtgestookte oven. Daar gaat het in en die oven die staat de hele dag te branden. Die is zo tussen de 1000 en de 1100 graden. Het gaat daar 20 minuten in totdat de glazuur gaar is, zou je kunnen zeggen. Dan gaat het eruit in een vat met zaagsel. Dat gaat natuurlijk branden en dan doe je de deksel erop en dan blijft het branden totdat de zuurstof op is. En dan krijg je, waar je niet glazuurt, wordt het klei zwart. Waar je wel glazuurt, krijg je de kleur klei plus de glazuur die je gebruikt, de metaaloxides die je gebruikt, die kunnen weer metallisch worden. Dus dit is een witte vaas bijvoorbeeld, of dit. En daar zit een koperglazuur in met een tinglazuur, met tin, dus koperoxide. Dat betekent koperoxide is koper gebonden of aan zuurstof. En je haalt dus door dit branden haal je de zuurstof af en dan hou je een metaal over. En daardoor krijg je al die kleurschakeringen. Koper heeft natuurlijk de groene kleur, denk dat, ik. Ja, dat ligt eraan of je glazuur basis of alkalisch is. Bij alkalisch krijg je een turquoise-achtig en bij niet een boor krijg je een groene kleur. Dus je kan datzelfde koperglazuur kan of turquoise worden of groen. Dus dat ligt aan de basis van de glazuur. Ja, oké. En ja, ik vind deze vormen nogal apart. De manier waarop deze in elkaar passen, is natuurlijk niet de normale deksel-pot verhouding. Hoe krijg je dat voor elkaar? Als de klei leerhard is, dan ga ik met een tekenmesje, maak ik hem open. En dan, ja, het is natuurlijk een beetje wiebelig nog, die klei. Dan leg ik de derde, en daar zitten hele kleine steentjes in, die springen aan alle kanten eruit. Dus je krijgt een soort granoolwandje met steentjes alle kanten en die polijst ik dan weer met een schrapertje, maak ik dat weer heel mooi is. En dan de bovenkant ook. En dan zet ik ze weer op. En dan blijf ik net zo lang passen en wiebelen totdat hij op is. Zo'n doos openmaken is drie kwartier werk om hem weer passend dicht te krijgen. In de Oude Stal exposeert ook Joke Meijer met schilderijen. Het zijn een specifiek soort schilderijen. Ik heb hier bijvoorbeeld iets in een duotoon. Kun je daar eens meer over vertellen hoe dat ontstaat? Ja, dit schilderij is één uit de serie van 13. Ik ben gaan experimenteren met twee kleuren. Ik heb mezelf beperkt tot het gebruik van twee kleuren. Daarbij uitgaande van diversiteit aan kleuren. Dus het kan Pruisisch blauw zijn en gele oker, maar het kunnen ook andere combinaties zijn. En met wit. En ik ben eerst gaan fotograferen. Ik heb een hele serie foto's gemaakt van natuuronderdelen. En vooral bomen in dit geval, dus stukken van bomen, de groeiwijze, de groeimethode, het soort boom. Daar heb ik foto's van gemaakt. Ik heb een selectie gemaakt uit de foto's. Aan de hand van de selectie van de foto's ben ik schetsen gaan maken. En met de foto en de schets ben ik gaan zoeken naar kleur. En mijn werkwijze in dit geval was kleurkaarten maken. In die kleuren, om te kijken of ik zoveel mogelijk het doel kan bereiken wat ik wil. En daarvoor heb je ook een onderzoek gedaan? Ja, daar heb ik dus echt onderzocht gedurende 2 jaar in alle mogelijke soorten kleuren, om te kijken wat voor resultaten je kunt bereiken. Nou, dat heeft geresulteerd in 13 schilderijen.
Daar heb ik hier 5 van hangen. En dit is er 1 van. En dit is dus een schilderij wat is opgebouwd uit Pruisisch blauw en gebrande sienna. Dus het is merkwaardig dat je in 2 kleuren zo verschrikkelijk veel kan bereiken. Ja, je zegt dat het Pruisisch blauw, dan verwacht ik eigenlijk ook iets in blauw, maar dat zie ik helemaal niet in. Nee, dat zie je dus niet in terug. Het gebrande sienna kan ik er wel in terugzien. Ja, dat zie je terug. Okay. Maar je kunt hele mooie grijze krijgen door dit soort kleurcombinaties met sienna. Dan kun je eigenlijk alle gradaties. Ik heb ook 1 heel groot schilderij, dat staat in dit boekje. Waar dus diezelfde kleuren zijn gebruikt, maar waar sienna dus heel erg overheerst. Nou, dan krijg je een heel vrolijk beeld. En natuur is echt voor jou een uitgangspunt, heb ik begrepen? Want daarvoor exposeer je ook hier. Ja. Het is echt bomen. Ja. En wat nog meer dan bomen? Landschappen. Stillevens vind ik ook heel mooi, maar dat teken ik meer. Naast deze heb ik natuurlijk de full color ook neergehangen. Dus dat zijn de schilderijen van een ander thema, waterland. Dat heb ik een paar jaar geleden gedaan. En daar heb ik dus gebruik gemaakt van de elementen van water en land. Dus dat kan sneeuw zijn, dat kan regen zijn, dat kan nevel zijn. Dus alle mogelijke vormen die je in de natuur tegenkomt met zijn kleurschakeringen. En dat is fantastisch om te doen. Okay. Jok, je exposeert nu hier. Heb je nog meer geëxposeerd? Hiervoor? Ja, ik heb hiervoor in Alphen geëxposeerd en sinds 1983 zo'n beetje door heel Nederland. Okay. Dus, heel erg leuk. Ja. Zeg, bedankt voor het interview. Okay. Erg veel succes dan. Dankjewel. En tot ziens. Ja. De staangalerie die eerst in het gebouw van de kunstverdieping zat in de Castellumstraat, is nu tijdelijk verhuisd naar het Torbeckeplein en heeft de naam gewijzigd in Sta-Art. Uiteindelijk zal de Sta-Art Galerie in het nog te bouwen cultuurhuis komen, dat ook op het Torbeckeplein zal komen. Wethouder Helene Opatja heeft op 2 september de officiële opening verricht. En we hebben een gesprek met de voorzitter van Sta-Art, Martin van der Zwan. Zoals je weet en zoals je zei, voorheen op het Castellumlaan op de kunstverdieping. Vorig jaar kregen wij te horen dat wij daar weg moesten. Met een toezegging van de gemeente dat we van de gemeente uit een nieuwe huisvesting zouden krijgen voor Sta, voor de Sta Galerie. Nou, uiteindelijk heeft dat de nodige maanden gekost. Uiteindelijk kwam de gemeente met dit aanbod, het oud-Haag-gebouw, tapijten, vloerbedekking en dat soort zaken meer. Dat aanbod van de gemeente hebben we heel graag geaccepteerd, omdat deze ruimte natuurlijk een uitstekende en een hele mooie ruimte is om exposities te organiseren en te houden. En hoeveel kunstenaars exposeren er op dit moment in deze zaal? Wij hebben werken van 62 kunstenaars hangen en staan op dit moment. Het aantal deelnemers, het aantal kunstenaars wat aangesloten is bij Sta-Art is ongeveer 85, 86. Maar helaas waren een aantal kunstenaars op vakantie, die konden dat zo snel niet meer omgooien. Een aantal zijn niet meer zo productief, maar met een aantal van 62 kunstwerken hier op deze expositie, dat vinden wij geweldig. En dat betekent ook de betrokkenheid van alle kunstenaars richting Sta en vice versa. Dat leeft en bestaat nog steeds en daar zijn we buitengewoon trots op. Voor onze gemeente is het ook zo mooi om te zien dat dit een eerste hele zichtbare stap is naar dat cultuurgebouw dat daar gaat komen. Waar we die rode strip zien op de gevel. Althans, ik ga daarvoor. Het moet nog helemaal officieel in de gemeenteraad worden afgetikt. Maar als wethouder zeg ik wel, ik hoop dat het daarvan gaat komen. Want ik denk dat het heel mooi is dat niet alleen Sta-Art, maar ook de bibliotheek, de Volksuniversiteit en de muziekschool op die nieuwe plek gaan samenwerken. En je ziet nu al ook het eerste begin van die samenwerking. Ook al is de fysieke locatie daar nog niet, jullie doen dat al. En dat is verschrikkelijk leuk. En ik heb begrepen dat ik dat nog veel meer ga zien hierboven, ook in workshops die georganiseerd gaan worden.
En die uitgestrekte hand naar de stad, zal ik maar zeggen, die gaat er ook zijn bij alle grote evenementen die we hier in Alphen aan de Rijn hebben. Evenementen die helemaal niet direct een link hebben trouwens met kunst. Het kan de oldtimerdag zijn, het kan de jaarmarkt zijn, het maakt niet uit. Als er veel mensen op de been zijn, dan zullen hier kunstenaars te zien zijn, aan het werk zijn en de deuren opengooien. Ik vind dat prachtig. Ik vind het prachtig voor Alphen aan de Rijn, maar ik ben er ook trots op dat in onze stad kan wat op heel veel plaatsen in Nederland op dit moment niet gebeurt. Want wij doen een deur open waar in het veld van kunst en cultuur op dit moment heel veel deuren dicht gaan. Dus ik feliciteer jullie en sta art daarmee. Maar vooral ook onszelf en alle inwoners van Alphen aan de Rijn dat we dit mee mogen maken. En ik hoop dat het prachtig gaat worden hier de komende jaren. Gefeliciteerd. Bianca Poelster is projectleider maatschappelijke stages bij Participe en een van de mede-organisatoren van dit Sterrengala. Kun je me iets vertellen over hoe dit ter stand is gekomen? Ja, het Sterrengala is tot stand gekomen in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Dat is heel 2011, is Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. In het kader daarvan hebben we bedacht dat het toch wel heel erg mooi zou zijn om te laten zien hoezeer wij het vrijwilligerswerk waarderen, de vrijwilligers van Alphen aan de Rijn. Wij mogen dat als Participe samen organiseren en we hopen er een ontzettend mooi feest van te maken vanmiddag. We hebben vandaag een voorstelling van improtheater, Dubbel Rood. Dat zijn een aantal mensen die ontzettend leuk improvisatietheater doen. We hebben optredens van het Shantikoor, wat hier straks boven plaats gaat vinden. Er wordt een film vertoond, Buurt op Stelt heet het. Het gaat over hoe een actie in een buurthuis een wijk echt de mensen met elkaar kan verbinden. Het is een ontzettend leuke film om te zien van het Oranje Fonds. En verder hebben we hapjes, drankjes voor zowel het plezier wordt gezorgd als de inwendige mens. Het is bij elkaar een geweldig feest voor de vrijwilligers. Ja, maar ook om elkaar te ontmoeten. Ik bedoel, we noemen het dan met een mooi woord netwerken. Maar het gaat er eigenlijk ook om dat mensen elkaar ontmoeten. En dat je van elkaar kunt horen van welk vrijwilligerswerk doe jij en wat doe ik. En ja, dat is ook een soort van waardering. Hè? Wat goed dat je dat doet of wat leuk dat je dat vrijwilligerswerk doet. Freek, kun je iets vertellen? Wat voor soort vrijwilligerswerk doe jij? Ik ben begonnen in 1993. Dat is eigenlijk het moment dat ik met de VUT ging. En vanaf dat moment werd ik eigenlijk gevraagd om vrijwilligerswerk in Alphen aan de Rijn te doen. Dat wist ik ook al een beetje dat dat kon, want mijn vrouw was activiteitenbegeleidster bij Oudshoorn. En ook daar heb ik kennis gemaakt met het vrijwilligerswerk. Maar toen ik echt thuis kwam, ben ik in Alphen aan de Rijn begonnen met vrijwilligerswerk en ben gevraagd in 1994 voorzitter te worden van het Alphens Platform Gehandicaptenbeleid. En dat heb ik 10 jaar gedaan. Gelijktijdig met het Alphens Platform Gehandicaptenbeleid ben ik ook voorzitter geworden van het Bodaarcentrum in Alphen aan de Rijn. Het Bodaarcentrum is dagopvang, zou je kunnen zeggen, voor kinderen, schoolgaande kinderen die op een of andere reden toch dreigen vast te lopen, of in hun huiselijke situatie of in hun opvoedingsproblematiek. En die worden dan in een dagcentrum hier in Alphen aan de Rijn opgevangen. Daarnaast heb ik ook nog hospicewerk gedaan. Dat betekent dat ik vrij veel betrokken ben geweest bij het hospicewerk. En als u nou vraagt van wat vind je van deze drie dingen in ieder geval het mooiste wat ik gedaan heb, dan is dat het hospicewerk. Leni, kun je iets vertellen over het vrijwilligerswerk dat jij doet? Ik doe vrijwilligerswerk voor de Adventskerk. Ik doe bezoekwerk. Ik bezoek mensen boven de 70. Nieuw ingekomenen, mensen die gaan trouwen, die een baby krijgen. Dus ja, en mensen die eenzaam zijn, die en ziek zijn, die bezoek ik. Ik werk bij het Gilde op kantoor en ik doe daar administratief werk en ik neem de telefoon aan. Ik doe hetzelfde als Leni en daarnaast ben ik ook penningmeester van de hervormde vrouwendienst van de kerk in Alphen aan de Rijn. Nou, ik verzamel geld in voor een weeshuis in Sri Lanka en dat doe ik elk jaar. Dan verzamel ik kerstbomen en flessen. En dan wordt dat elk jaar opgehaald en dan gaat dan naar dat weeshuis. Dus. En dat doe je al vele jaren, begrijp ik? Ja.
al vanaf mijn 7e. En wat voor soort vrijwilligerswerk doe jij? Ik werk bij de kringloopwinkel in Alphen aan de Rijn op alle tweede vestigingen. Ik werk ook bij de kringloop, bij de kledingafdeling. En het is gezellig. Ik sta ook bij de kleding in de winkel. Wat vinden jullie van deze Serre-gala? Deze dag die georganiseerd is door Participie? Moeten ze volgend jaar weer doen. Ja. Dat is leuk. In het Archeon is op 17 september de Theo Beckmanprijs voor het beste historische jeugdboek uitgereikt door Jan Terlouw. De jury heeft uiteindelijk als winnaar gekozen voor een boek dat een sleutelperiode uit de moderne cultuurgeschiedenis beschrijft. Het boek geeft een extra dimensie aan die tijd, waardoor deze betekenisvol wordt voor de lezer. De historische setting is geloofwaardig uitgewerkt. Het boek verstrekt veel belangrijke informatie en schetst een goed tijdsbeeld. Het is daarbij in een voor brede doelgroep begrijpelijk register, aansprekende stijl en mooi meeslepend geschreven. Zowel jongens als meisjes kunnen zich erin verliezen. De jury was zeer te spreken over de mooie afwisseling van een dromerig kunstenaarsmilieu met de zich verhardende politieke buitenwereld, waarbij de auteur er bovendien in is geslaagd, en passant, een cursus Hoe word ik schrijver in het boek te verwerken. De winnaar van de Thea Beckmanprijs 2011, Soldaten huilen niet, Rindert Kromhout. Hartelijk gefeliciteerd. Hartelijk gefeliciteerd. U heeft de prijs, de Thea Beckmanprijs, gewonnen met het boek Soldaten huilen niet. Ja. Kunt u daar iets meer over vertellen? Waar gaat dat boek over? Soldaten huilen niet gaat over Quentin, een jonge Engelsman. Hele jonge Engelsman. Het boek begint in 1925, dan is hij 6. Het boek eindigt in 1937, dan is Quentin 18. Het gaat over de jaren daartussen en over de wereld waarin Quentin opgroeit. En dat is een wereld van schrijvers, schilders, andere kunstenaars. Die volwassenen waartussen hij opgroeit zijn beroemd geworden onder de naam de Bloomsbury Groep. In Engeland een heel beroemde groep. De beroemdste van die groep is de ook bij ons beroemde schrijfster Virginia Woolf. In die wereld groeit Quentin op en daarover gaat mijn boek. Deze prijs wordt nu sinds 3 jaar weer opnieuw uitgereikt. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik heel mooi, omdat de historische roman neemt toch een aparte plaats in voor de kinder- en jeugdboeken. En dat het de naam van Thea Beckman heeft, vind ik ook heel mooi. Ik heb haar heel goed gekend, zelfde uitgever. Jarenlang hebben we elkaar op boekenmarkt en bij de uitgever getroffen. Dat is een zeer een schrijfster die enorme hart voor de zaak had, het hele leven daaraan besteden. En als dat helpt om schrijvers meer voor de jeugd ook de geschiedenis te verlevendigen, is dat mooi. U bent natuurlijk wel beroemd en bekend geworden, in eerste instantie natuurlijk als politicus, maar daarna als jeugdboekenschrijver. Ja, dat is me overkomen. Dat had ik nooit gedacht. Ik schreef omdat ik de kinderen verhalen vertelde en mijn vrouw altijd zei, schrijf nou eens wat op. Dat heb ik gedaan zonder enig idee dat dat iets zou worden. Want het was mijn vak niet. Maar goed, schrijven is ook eigenlijk niet een vak. Het is meer een roeping of zo. Het is iets. De taal is van ons allen. En iedereen kan proberen of die kan schrijven. En u doet dat de laatste tijd, dacht ik, met uw dochter samen? Dat klopt. Dus mijn oudste dochter Sanne en ik schrijven samen literaire thrillers. En dat doen we met heel veel plezier. We hebben er al 6 geschreven. Oké, en u bent, dacht ik, van de week benoemd als minister van Vrede door het IKV. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is natuurlijk een grapje. Maar een grapje over een heel ernstig onderwerp. En toen IKV Pax Christi zei, wil je dat doen voor de Vredesweek? Eigenlijk voor het hele jaar, maar vooral de Vredesweek. Ja, wat ze ermee willen bereiken is zo belangrijk. Vrede in de wereld, aandacht voor dingen niet met geweld oplossen. Daar kan ik geen nee tegen zeggen.